Goedemorgen. Mijn naam is Rolfus Diaz, directeur van de Stichting iTanks. Dit is de derde dag van de innovatie kick-off 2021. We gaan weer. Er is een keynote over elektrificatie en er zijn 4 pitches. Dat moet weer een goede ochtend worden op het gebied van innovatie. Ik vervang vandaag even Mark Oosterveer. We willen hem in ieder geval feliciteren met zijn vrouw. Die wordt vandaag 50. Dus bij deze, vanuit het team, gefeliciteerd Mark. Hij kijkt wel even nog, denk ik, stiekem. Anders kan hij het altijd terugkijken op YouTube. Dat geldt voor jullie allemaal. Het zou ook leuk zijn als je dat abonnee van wil worden. Van ons iThinks YouTube kanaal. Er staat heel veel meer op. Maar die van gisteren en eergisteren staan er volgens mij wel op. En deze komt dan ergens vanmiddag na het editen. Dus dat is een beetje het verhaal. Dan zal Kira nu het overnemen van mij. Dankjewel, Ron. Welkom vanochtend ook namens mij. Goedemorgen bij deze derde dag van innovatie. Kick-off 2021. Als ik even de sheet voor mag over de events, dan vertel ik even kort wat op het programma staat de komende periode. Zo hebben we morgen en overmorgen nog 2 dagen rondom de innovatie kick-off. Veilig werken op donderdag en contracting service providing op vrijdag. En die vrijdag, daar gaat het eigenlijk om, zijn er nieuwe samenwerkingsvormen gevonden om in projecten samen te werken met elkaar? Hoe gaan we om met een lockdown en zorgen dat het werk toch gedaan wordt? Dus een keynote vanuit Schiphol en pitches vanuit verschillende partners in ons netwerk. 21 januari een iThinks pitch ontbijt, een regulier pitch ontbijt. En aansluitend een event rondom robotisering en de veiligheid als ze samenwerken met mensen. En hoe kan je er dan de meeste productiviteit en zo efficiënt mogelijk laten werken als ze samen op de werkvloer zijn. 29 januari een MVD, samen met de MVDO een pubquiz. Daar gaan we inhoud en fun samen combineren. We starten met een stukje inhoud en aansluitend fun op de vrijdagmiddag. Dus zorg dat je erbij bent. Als je je aan wil melden, als je erbij wil zijn, ga naar de iThinks website iThinks.eu/events. Ik ga nu door naar de keynote. We gaan zo starten. Jeroen van Woerden is kwartiermaker van Field Lab Elektrificatie. Die zal de keynote voor zijn rekening nemen. Ik ga nog heel even kort in op de chatfunctie. Want u kunt vragen aan hem stellen. En ook aan de pitchers die daarna komen. Als u dit event in de full modus of in het volledige scherm kijkt. Dan ziet u geen chatfunctie. Maar als u op escape drukt. Dan komt u terug in de YouTube omgeving. En dan ziet u aan de rechterkant van uw scherm een chatfunctie. Hier kunt u uw vragen stellen aan zowel Jeroen als ook aan de pitchers die daarna komen. Dus doe dat ook, want we gaan er direct op in samen met de sprekers. Ik ga nu door met de keynote. Jeroen van Woerden, zou jij je camera en microfoon aan kunnen zetten en je scherm kunnen gaan delen? Het scherm delen. Zo, is het scherm zichtbaar? Nog niet, zie ik. Nog niet. Dat is niet goed. Oh, sorry. Goed. We wachten even. Hij gaat bij mij al binnenkomen. Voor de gasten is hij ook al zichtbaar. Ja, hij is zichtbaar. Jeroen, je mag van start met je keynote. Ja, goedemorgen allemaal. Dankjewel voor de mogelijkheid om... wat we mogen vertellen over de activiteiten die we rond elektrificatie in de Rotterdamse haven te ontwikkelen zijn. Ik spreek namens het Field Lab Industriële Elektrificatie, wat we momenteel aan het ontwikkelen zijn en wat van start gaat volgende maand. Wat ik wil laten zien is hoe belangrijk het is om de elektrificatieinitiatieven te doen en tegelijkertijd ook om te laten zien hoe belangrijk het is om samen te werken daarbij, omdat bedrijven het niet alleen kunnen. Er is een heel duidelijke doelstelling in Nederland en ik denk dat dat door iedereen wel erkend wordt en herkend wordt en dat zal zeker in de groep van vandaag zijn. Er zijn weinig mensen die nog twijfelen of
energietransitie noodzakelijk is. Er is een klimaatakkoord en vanuit het klimaatakkoord in Nederland is er een Rotterdamse klimaatakkoord gekomen. En dat betekent dat Rotterdam zich ten doel heeft gesteld om 2050 CO2-neutraal te zijn en wil daarmee ook echt een koploper in de wereld zijn. Om die reden heeft men gezegd, er zijn een aantal initiatieven die heel belangrijk zijn. Nou, één waar je heel veel van hoort, dat is over waterstof. Dat natuurlijk zit heel dicht tegen elektrificatie aan. Maar feedstock veranderen. Maar een ander initiatief is elektrificatie. En daar wil ik vandaag over praten. Elektrificatie komt terug op een heleboel mogelijkheden. Dat is één, op verhittingsprocessen. Twee, waterstof maken. En het laatste is power to X en allerlei chemische processen aanpassen. Het klimaatakkoord in Rotterdam is onderschreven door een 30-tal bedrijven. Daar zijn zeker niet alle bedrijven bij betrokken. Maar namens DeltaLinks heeft de totale werkgeversorganisatie heeft meegewerkt in de haven. En dat betekent dat de meeste bedrijven hier nu bij aangesloten zijn. En wij ook bedrijven nu proberen echt te stimuleren om daarbij aan te sluiten. Wat toen ook onderkend is, is dat het komen tot elektrificatie-initiatieven niet eenvoudig is. Er is veel nieuwe technologie nodig. Ik ben blij dat er daar een aantal pitches komen voor die nieuwe technologie. Maar het tweede is, die technologie moet getest worden. En die moet een omgeving krijgen waarin die uitgeprobeerd kan worden. We werken in de procesindustrie. Dus dat betekent dat het niet evident is dat dingen eenvoudig doorgevoerd kunnen worden. En toen is er afgesproken dat er een behoefte was om te zorgen dat er een samenwerkingsplatform in de Rotterdamse haven kwam. En dat samenwerkingsplatform ook echt de mogelijkheid geeft om technologie uit te testen, te proberen, maar vooral ook kennis te delen en te vergaren. En dat is het Field Lab geworden. Wat is het idee wat wij willen doen? Dat is echt het opschalen van innovatie. Innovatie wordt door technologieaanbieders gemaakt en uitgewerkt vaak op heel veel behoeftes vanuit de industrie. Maar uiteindelijk moet het toegepast worden in de industrie. En ook hierin, er zijn nog steeds mensen die denken dat we dit gaan doen met heel veel nieuwe industrie. Maar op dit moment is een hele grote assetbase in Rotterdam. En dat is in de afgelopen 60 jaar de meerwaarde van Rotterdam geweest. En ook in de toekomst zal die huidige assetbase voor een groot deel Rotterdam bepalen. Dat betekent dat die huidige assetbase, die moet omgebouwd worden. Die moet gemoderniseerd worden. Die moet voorzien worden van nieuwe energietechnieken. En dat is een geweldige ingreep die over de komende 30 jaar plaats moet vinden, maar die moet wel opgeschaald worden. En dat is de opgave die wij graag willen helpen bedrijven. Nou, waarom is er gekozen voor een Field Lab? Omdat er een heleboel technieken voorhanden zijn, maar er zijn ook een heleboel technieken nog niet voorhanden. Technieken gaan zich verder ontwikkelen. Het tweede is, er zijn een heleboel technieken die eenzelfde doelstelling hebben. Dat betekent dus dat je keuzes moet maken, dat je moet testen wat de beste oplossingen zijn voor jouw bedrijf, voor jouw industrie, voor jouw proces. En het tweede wat er moet gebeuren is dat je ook een roadmap moet gaan maken om die technieken te ontwikkelen, daarna verder te ontwikkelen en vanuit die techniek die je ontwikkeld hebt weer de volgende keuze te maken. Europa, Nederland zijn zeer, zeer sterk geïnteresseerd en supportive om de energietransitie te bedrijven. Iedereen weet dat hier uitdagingen liggen waarbij traditionele business cases niet meer evident zijn. Dat betekent dat, met onder leiding van Timmermans op dit ogenblik ook in Europa een hele grote klimaatagenda gedraaid wordt. En er zijn erg veel subsidies beschikbaar. Het probleem alleen is dat de complexiteit rond subsidies ook behoorlijk groot is en dat de toegang daartoe niet makkelijk is. Nou, een van de belangrijke aspecten die we uitgesproken hebben is dat er makkelijker access moet zijn tot subsidies. En dat je daarmee ook business cases kunt verbeteren. Dus dat businesses die nu niet haalbaar zijn, omdat bijvoorbeeld elektrificatieoplossingen duurder zijn dan gasgestookte oplossingen, dat je die mogelijk maakt doordat je er een stuk subsidiedekking in krijgt. En het allerbelangrijkste wat we willen doen is zorgen dat die Rotterdamse industrie door kan draaien. Rotterdam heeft een heel hoog veiligheidsniveau. Er gebeuren gelukkig heel weinig incidenten, maar dat is iets wat we willen houden. En de industrie is traditioneel zeer sterk gericht op het controleren van de processen, het voorkomen van incidenten. En tegelijkertijd moet je heel die transitie doen. En dat betekent dat je een omgeving moet creëren waarin getest kan worden, waar mensen opgeleid kunnen worden. En waarbij we die elektrificatie ten uitvoer moeten brengen om daarna een naadloze implementatie in de industrie te doen. En dat is ook een rol van het Field Lab. Nou, dat is onderkend door een vijftal partners. Port of Rotterdam, Innovation Quarter, TNO, FME en DeltaLinks. Die hebben met z'n
vijven gezegd, wij slaan de handen in één en wij willen dit opzetten. Je ziet, het zijn ook allemaal niet commerciële organisaties. Het is heel duidelijk randvoorwaardelijk. En de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hebben gezegd, dit is een sleutelproject voor ons voor de toekomst. Uiteindelijk is de haven van Rotterdam van vitaal belang voor Nederland. En dat betekent dat een haven van Rotterdam die die energietransitie uitgevoerd heeft, zal een hele grote verbetering zijn van onze concurrentiepositie in de wereld, of versterking, en tegelijkertijd ook een zekerstelling van onze economische motor. Dan samenwerking. Waarom is het zo belangrijk om samen te werken? Traditioneel, je hebt energie of aanbieders van systemen en de procesindustrie. En ik krijg vaak de vraag, Jeroen, waarom moet dit met een field lab? Laat ik dat benadrukken. Dat is niet noodzakelijk. Een bedrijf die zelf als procesindustrie zijn selectie kan doen van technologieën. En dat heb je traditioneel bij de hele grote procesbedrijven, omdat ze grote engineeringsafdelingen hebben. En zelf zijn leveranciers kan vinden. Die kunnen een deel van dit proces zelf doen. Moeten dat ook doen. Echter, veel bedrijven laten weten dat ze problemen hebben om business cases rond te krijgen. Niet de juiste technologie hebben. Bedreigingen zien in hun voortbestaan. Of, en dat zit zeker in de Rotterdamse procesindustrie, niet meer de assets hebben zoals ze die vroeger hadden met grote engineeringsbureaus, maar het zijn spin-offs van grotere bedrijven. En dat betekent dat ze gesupport moeten worden. Datzelfde geldt voor de equipmentindustrie, bestaande uit kleine en middenkleine bedrijven die moeilijk toegang hebben tot de procesindustrie. Gelukkig heel veel nieuwe aanbieders van technologie, heel veel nieuwe ideeën, octrooi-ideeën, de ontwikkelingsideeën. Maar dat betekent dat die partijen nog niet de ontwikkelde wegen hebben om bij de procesindustrie terecht te komen. En je hebt natuurlijk de bestaande industrieën die er al zijn, die weer verder willen ontwikkelen en heel veel feedback nodig hebben vanuit die procesindustrie. En dat is de positie die wij als Field Lab innemen, om die twee partijen heel duidelijk aan elkaar te verbinden en te faciliteren dat die kennisuitwisseling komt. En dan moet je soms door barrières heen, want er wordt al gauw over kennisbescherming gesproken, terwijl het in heel veel gevallen heel interessant is om die kennis juist te delen. Want op het moment dat de kennis gedeeld wordt, dan dan kun je er gebruik van maken met andere partijen en dan kun je elkaar voeden. Nou, wat is dan ook onze rol? Dat is om te zorgen dat die netwerkproviders, een van de vragen die ik heel veel krijg, Jeroen, is er überhaupt genoeg elektriciteit om die elektrificatie door te voeren? Nou, op dit ogenblik zijn er heel veel initiatieven op de Noordzee om de vergroening door te voeren. Is dat klaar voor waar we moeten zijn voor 2030-40? Nee, absoluut niet. Maar tegelijkertijd is dit een pad wat gezamenlijk op moet lopen. Technologie. Maar heel belangrijk ook de kennisinstituten aan ons binden. Er is erg veel kennis voorhanden en bedrijven weten niet altijd makkelijk de toegang tot die kennis te vinden. Dat is een hele belangrijke taak die we hebben. Regelgeving en financieringsmogelijkheden. Ja, en dat moet uiteindelijk leiden tot die industrie die uiteindelijk elektrisch is en zonder uitstoot. En dat die processen op een naadloze manier door kunnen gaan. Opties zijn er genoeg en ik ben blij dat er vandaag een aantal pitches spraken over specifieke toepassingen van technologieën. Maar op dit ogenblik wordt gesproken over e-boilers, dat is een redelijk toegankelijke techniek op het ogenblik, warmtepompsystemen. Er wordt heel veel over elektrische chemie gesproken, CO2-conversie, carbon capture zit daar heel dicht tegenaan. Dat is weliswaar geen elektrificatie, maar is vaak een heel belangrijk onderdeel. Om samen te werken. En je ziet onderaan staan multi-fuel branders. In onze ontdekkingsreis om te komen tot elektrificatieoplossingen hebben we gemerkt dat je vaak een tussenstap moet maken. En dan is een efficiëntieoplossing is vaak een oplossing. Dus je zult ook zien dat we als Field Lab elektrificatie een aantal initiatieven faciliteren die eigenlijk geen elektrificatie zijn. De grote vraag is, wat zijn de juiste oplossingen? En dat is denk ik wat de belangrijkste boodschap is die ik vandaag wil afgeven. Er zijn geen beste oplossingen. Er ontstaan in de literatuur vaak bijna religieuze discussies over wat de beste oplossing is. En mensen bestrijden elkaar. Ik denk dat, en dat is mijn persoonlijke sterke mening hierin, wat wij in 2030-40 gaan introduceren, dat weten we nu nog niet. Alleen, we weten het omdat we de volgende jaren technologie gaan ontwikkelen. Die technologie gaan toepassen en daar weer leereffecten uit krijgen. Zien dat er negatieve kanten aan zitten aan technologie of dat het nog verder efficiënter gemaakt kan worden en daaruit komt de volgende technologiestap. En dat betekent dat je die leerweg in moet slaan. En dat is ook het belangrijkste doel wat we hebben, om die leerweg te faciliteren. Dus wij gaan als Field Lab niet zeggen wat de beste elektrificatieoplossing is. We zijn ervan overtuigd
Dat weten we nog niet. Maar wat we wel kunnen doen is zorgen dat we bedrijven kunnen helpen om heel snel hun weg te vinden in de elektrificatie. Daarvoor zetten we 3 stappen op voor de elektrificatie. 1 is een solution center, daar kom ik direct nog even op terug, want daar gaan we op hele korte termijn beginnen. En het tweede wat we gaan opzetten is een pilot- en testlocatie. Er komt op 1 of 2 locaties in de Rotterdamse haven komt een afgesloten omgeving waarin met elektrificatieoplossingen getest kan worden. Waarin we ook met de overheid afgesproken hebben, die bij ons participeren in het initiatief, dat we vergunningslicht gaan werken. Dat wil niet zeggen dat we zonder vergunningen werken, maar wel dat we meer ruimte krijgen om testen uit te voeren die traditioneel niet makkelijk in een bestaanssetting gedaan kunnen worden. Tweede is, dat is de toegankelijkheid voor die testlocaties zo groot zijn. Dat betekent dat bedrijven ook gebruik kunnen maken van elkaars ontwikkeling. En het laatste, en dat is een stap die voorzien is in 2024, is dat we bedrijven gaan helpen met demolocaties. Dat betekent dat we bij bedrijven processen bouwen, meestal processen van die bedrijven, uiteindelijk bouwen die bedrijven, die krijgen veel support, maar we willen er iets voor terug hebben voor die support. En die support betekent dat, en wat we terug willen hebben, is dat we willen hebben dat ze zich openstellen voor andere bedrijven en dat andere bedrijven bij hun kunnen komen kijken. Dus op het moment dat een groot procesbedrijf bijvoorbeeld een e-boiler installeert op korte termijn, want dat is een van de projecten waar we nu over praten, dat andere bedrijven kunnen komen kijken naar die e-boilers. En wat heb je geleerd? En zodat er kennisuitwisseling is. Heel nadrukkelijk willen wij niet gaan zitten op hun core processen, waar we echt een competitive advantage in zit. Maar met name op al die supporting processen. En in de meeste gevallen zijn elektrificatieprocessen zijn geen core processen, maar zijn onderdeel van een hoofdproces, om dit hoofdproces mogelijk te maken. Dus dat kennis leren, dat wordt dan heel duidelijk in praktijk gebracht. En wat zij ervoor terugkrijgen is bijvoorbeeld een versnelling, een ondersteuning met financiën, en de mogelijkheid om heel snel kennistoegang te krijgen. 10 februari starten we ons Field Lab Solutions Center op de RDM Campus. En dat betekent dat we actief bedrijven zullen ondersteunen met kennis, met innovatie, met netwerkmogelijkheden. En zoals je zegt, dat doet iThings ook. Wij zullen samenwerken met de bestaande netwerkmogelijkheden die er al zijn. Dat is ook de reden dat ik vandaag heel graag aansloot bij iThings. Maar wij zullen heel duidelijk daar die elektrificatiekant knopen en zorgen dat aanbieders en vraag bij elkaar komen. Het tweede wat we doen is dat we toegang geven tot de grote instituten. Je hebt gezien dat TNO een deelnemer is bij ons. Ook met de TU Delft en TU Eindhoven zijn we inmiddels aan het samenwerken, zodat er snel toegang komt tot kennis die beschikbaar is. En het allerbelangrijkste is dat we een samenwerkingsvorm gaan opzetten en dat we bedrijven en aanbieders de mogelijkheid geven om samen te werken. Wat we duidelijk niet zijn, en daar waarschuw ik ook voor, we krijgen heel veel bedrijven die bij ons komen aanbieden en die komen uiteindelijk iets verkopen. Wij zijn geen outlet voor bedrijven om te verkopen. Wat we dus zullen doen is meerdere partijen aanbieden. Dus daar moeten soms partijen wel eens aan wennen dat wij dan zeggen, nou, u heeft een product, maar we hebben nog 2 andere die hebben hetzelfde product. En we bieden jullie met z'n allen aan, want dan kunnen bedrijven gaan kijken wat jullie hebben, zodat we dus heel snel die leereffecten krijgen. Op dit ogenblik zijn we een pijplijn van projecten aan het vormen. Dan zie je ook de diversiteit in oplossingen die we hebben. Projecten rond waterstof, rond methanol, warmtepompen, warmteopslag. Aantal power-to-x en power-to-chemicals projecten. Dus dat betekent dat op dit ogenblik de projecten concreet vorm worden gegeven, dat we partners hebben en dat dit in de komende tijd die projecten vorm gaan krijgen. Ja, waarom is die samenwerking nou zo belangrijk? En benadruk ik dat vandaag. Die energietransitie kunnen we niet alleen doen. En op het moment dat wij snel willen versnellen, zullen we die kennis toegankelijk moeten maken. Moeten we zorgen dat mensen de kennis hebben om beslissingen te nemen. En dat de leereffecten, want we gaan absoluut failures krijgen, dat die snel gedeeld worden. En een failure is niet erg, maar failure meerdere malen maken is wel erg. Op het moment dat we naar die veranderingen gaan, heel veel zaken zijn niet opgelost. En er zijn heel veel economische kwesties. Ik heb het vandaag vooral over de techniek gehad, maar zijn op dit ogenblik ook vele economische vraagstukken. Dat betekent dat op het moment dat er oplossingen voor komen, moeten ze snel gedeeld worden. Op het moment dat vraagstukken, met name op economisch gebied, benadrukt worden, is dat een van de dingen die we als Field Lab ook hebben, om heel snel feedback te geven aan de overheid wat er aan randvoorwaarden veranderd moet worden. Ondersteunen, support, delen en vooral spelers bij elkaar brengen. En entiteiten in de value chain bij elkaar brengen om te zorgen dat ze samenwerken. En dat betekent dat we uiteindelijk daarmee de toekomst van Rotterdam garanderen.
borgen en zorgen dat we uiteindelijk er sterker uit voortkomen. Dat het geen bedreiging is, maar een kans voor Rotterdam. Ja, dat is het doel wat we als Field Lab hebben. Om die ambitieuze spelers bij elkaar te brengen in Rotterdam. En met elkaar te laten leren, te laten ontwikkelen en te bouwen aan de toekomst van een schone haven en een schone industrie. Dankjewel, Jeroen. Afsluiten. Dankjewel, Jeroen. Mooi verhaal, hè? Mooi initiatief ook waar jullie mee aan de slag gaan. Er zijn een paar vragen binnengekomen, dus ik ga heel even naar de chat. René Smit vraagt, wat voor nieuwe technologische bedrijven zijn er nodig om energietransitie of elektrificatie in de haven te realiseren? Je noemde al een paar voorbeelden. Kan je iets concreter erop ingaan? Kan je iets aangeven? Wat zou een eerste stap moeten zijn? Ja. Er zijn twee stappen die we nu op korte termijn moeten doen. De eerste stap is dat we in contact moeten komen met die bedrijven met de nieuwe technologie. Gelukkig gebeurt dat nu heel uitgebreid. En de tweede stap die wij moeten doen, dat is dat we die procesbedrijven daarbij moeten betrekken. Want dat was waar wij tegenaan liepen toen we begonnen met het Field Lab, was dat we zagen dat de aanbodzijde eigenlijk heel goed is. Vandaag hebben jullie ook een aantal bedrijven die pitchen met technologieaanbiedingen. En technologieoplossingen, dat is fantastisch. En die moeten we ook vooral toegang geven tot die procesindustrie. Maar uiteindelijk gaat die CO2-reductie die gaat plaatsvinden in de bedrijven. Uiteindelijk de meetbare resultaten van CO2-reductie, dus echt die vergroening van de Nederlandse industrie, die vindt plaats bij de bedrijven. En dat hebben we gezien dat dat eigenlijk de cruciale stap is voor succes. Dat wij de procesbedrijven enthousiast vinden om hier mee te doen. Dat ze zich openstellen, dat ze zich ook blootgeven. Want openstellen betekent ook dat je moet delen van bepaalde zaken. En iedereen die de chemie kent, die weet dat bescherming van intellectual property en kennis een heel belangrijk goed is. En dat betekent dus dat we op dit moment heel veel aandacht besteden om met name de procesindustrie te betrekken, om erbij te hebben. Om daarmee dan die versnelling te krijgen, zodat die bedrijven die eigenlijk al klaarstaan voor ons, die technologiebedrijven, om die heel snel toegang te geven. En dan moet je denken aan, ik zei al, e-boarder is op dit moment de meest toegankelijke technologie. Maar je hebt een aantal technologieën rond Power2X en Power2Chemicals. Ik ben gewoon heel eerlijk en niet de grootste specialist in. We hebben een aantal mensen in ons team die geweldig goede specialisten zijn. Dus ik breng mensen graag in contact met mensen uit ons team. Maar de sleutel van succes zit, zorgen dat die procesindustrie betrokken is. Oké, dankjewel. Mee wil doen. Helder verhaal ook. Pieter Hak vraagt, wie in Nederland ontwikkelt en bouwt de waterstof-electrolyzers? Kan je daar antwoord op geven of weet je dat? Nee, daar ben ik persoonlijk over gevraagd. Ik kan er wel een antwoord op de vraag geven, want dan ga ik Martijn de Graaf van TNO, die hier echt middenin zit en die dit ook namens ons runt, ga ik vragen om daar goed antwoord op te geven. Oké, dan komen we vanuit TNO terug bij Pieter Hak. Ja. Er is ook een vraag van mijn collega Ron. Staan er nucleaire ontwikkelingen zoals Seaborg Technologies uit Denemarken op de agenda van het Field Lab? En hoe zou nucleaire technologie de elektrificatie van de industrie kunnen versnellen? Kijken jullie daarnaar? Dat is een interessante vraag. Wij gaan als Field Lab niet in op de elektriciteitsopwekking, want dat hebben we gezegd, dat valt buiten onze scope. Dus de opwekking, hè, dus met name ook wat op de Noordzee gebeurt, maar ook nucleair, dat hebben wij van gezegd, dat zien we als een randvoorwaarde voor die succesvolle transitie. Maar er zijn heel veel andere partijen mee bezig. Die vragen wij natuurlijk ook. Waar komt de energie vandaan? Dan heb je de initiatieven op de Noordzee op dit ogenblik. En de andere is de discussie die over nucleaire opwekking plaats gaat vinden. Maar daar hebben wij zelf geen standpunt in. Ook omdat het vaak gelijk een politiek beladen standpunt is. Dus dat dient ons doel op dit ogenblik niet. Want wij willen vooral die toepassing van die elektrificatie promoten. Ja, kan ik me voorstellen. Jeroen, heel hartelijk bedankt voor je keynote en je verhaal en je inspiratie rondom dit onderwerp. Wij gaan nu snel door naar de vier pitches die staan te popelen om hun verhaal aan u te vertellen. De eerste pitcher is Mark Sawatzki van SensorFact. Marco, ben jij klaar om je pitch te gaan geven, je scherm te gaan delen? Kunnen jullie me allemaal zien en horen? Wij kunnen je zien en horen, dus je mag van start. Hartstikke goed. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Marco Sawatzki en ik presenteer jullie SensorFact. Ik zal nu mijn scherm gaan delen. Uh.
SensorFact is een intelligent energiemanagement systeem. SensorFact is 4 jaar geleden bedacht en opgericht door mijn collega Pieter Broekema. Hij is energieconsultant en helpt bedrijven, met name in de industrie, om efficiënter om te gaan met hun energieverbruik. Het is steeds moeilijker om blijvend goed advies te geven als er weinig of helemaal geen data beschikbaar is. Ik begin daarom ook graag met de waarom, want de reden dat wij SensorFact zijn gestart is omdat energiebesparing steeds belangrijker wordt. Kijk naar de overheid, gemeentes, instellingen, klanten of leveranciers. Wij moeten tegenwoordig allemaal onze energiestromen inzichtelijk maken en de bijhorende maatregelen treffen. Dit is normaal een ingrijpend en ook zeer kostbaar proces. Vaak zitten wij met de hier afgebeeld, ik denk wel de beroemdste plantmanager. Hij is verantwoordelijk voor met name veiligheid, uptime en dat de producten van de band afrollen. Hij geeft dan ook aan, ik wil wel graag energie besparen, maar ik loop toch wel gauw tegen deze 3 problemen aan. 1. Ik heb geen budget gekregen. Ik heb geen inzicht. Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen als het gaat om energiebesparing. En ik heb er eigenlijk helemaal geen tijd voor. Nou, hoe werkt ons systeem? Wij zeggen meten is weten. In deze slechts 3 simpele stappen. Iedere 30 seconden meten onze draadloze sensoren het energieverbruik op machineniveau. Sturen het via de bridge beveiligd naar de cloud, zodat het direct zichtbaar is in de software. Hier in de webapp heeft de klant live toegang tot zijn energiestromen tot op de minuut nauwkeurig. Krijg duidelijk inzicht in het energieverbruik van uw machines, monitor de energiestromen, maak een energiebalans of exporteer uw data voor het berekenen van bijvoorbeeld de energiekostprijs. Het doel is om energiebesparing op een laagdrempelige manier mogelijk te maken. Dat begint bij meten. Onze slimme software registreert afwijkend gedrag, waar onze energieconsultants met behulp van deze data de klanten van dienst zijn. Wij communiceren dan ook transparant onze prijzen. Het is beschikbaar als jaarabonnement, waarin je dus geen grote investering hoeft te doen. U betaalt een vast bedrag per sensor per maand. Hiervoor leest u dus de sensoren en krijgt u toegang tot de software. Het systeem installeren kan binnen een dag zonder downtime van uw machines. Het afgelopen jaar was een zeer pittig jaar en ik denk dat iedereen dat wel kan beamen. Ondanks de huidige situatie heeft het gezorgd voor veel creativiteit en zijn onze kansen echt in een stroomversnelling terechtgekomen. Vandaag de dag werken we met bijna 60 collega's en bouwen we verder aan dit fantastische product. Wij helpen dan ook meer dan 300 klanten in heel Europa aan energiebesparingen. En wij gaan samen voor een gezondere planeet. Dit was mijn pitch. Zijn er nog vragen? Dankjewel Marco. Je mag je stoppen met het delen van je presentatie. Er is een vraag van mijn collega Mark Oosterveer. Zitten de sensoren op vaste plekken of kan je ze steeds verplaatsen voor een compleet overzicht? Dat klopt. De sensoren is die kan je verplaatsen. Het is een flexibel systeem. Om even een idee te geven. Ik heb hier een voorbeeld. Kan men dat ook zien? Ja, dat kan je zien. Het zijn eigenlijk gewoon ampère tangen. Alleen al in een nieuw jasje gestoken. Deze zijn draadloos gemaakt. Dus het is inderdaad een flexibel systeem. En als jullie gaan starten bij de klant, waar starten jullie mee? Wat is jullie eerste stap? Nou, wat wij graag willen doen is de grootverbruikers in kaart brengen. Om eigenlijk onszelf zo snel mogelijk terug te verdienen en waarde toe te voegen aan de klant. Oké, dankjewel Marco. Voor je pitch. De pitch is opgenomen. Jullie innovatie staat in de iSolutions Guide. Dus we sturen een terugblik rondom het hele event, de hele week eigenlijk, naar alle gasten die vandaag aanwezig waren. Dus daar kunt u meer informatie terugvinden. Ik ga nu door met de tweede pitcher. Dat is Bart Hendricks van Watson Pop-up Power. Bart, kan jij je scherm delen en je microfoon aanzetten? Kunnen jullie mijn scherm zien? Wij zien je scherm. Mooi. Je gaat nu in full screen, dus als je mag je pitch beginnen. Yes. Ja. Goedemorgen allemaal. Where the power grid ends, Watson begins. Ik ben Bart Hendricks, medeoprichter van bedrijf Watson.
Klimaatverandering is iets waarvoor we onze ogen niet meer kunnen sluiten. Mede door het gebruik van fossiele brandstoffen warmt de aarde wereldwijd op, doordat er steeds meer broeikassen in de lucht komen. Het is aan onze generatie om hier verandering in te brengen. Want onze cultuur leeft op het elektriciteitsnet. Maar dit huidige systeem is problematisch voor bedrijven, omdat bedrijven die op locatie werken geen toegang hebben tot het elektriciteitsnet. En zonder stroombron werkt de apparatuur niet. Met de opkomst van duurzame energie verschuiven prioriteiten. En dit heeft gevolgen voor diegenen die in de haven werken, in het stadscentrum of werken op de bouwplaats. Want wat ze allemaal gemeen hebben, is de taak om werkzaamheden uit te voeren op locatie. Tot op de dag van vandaag gebruiken ze hiervoor generatoren. Maar generatoren komen met een aantal nadelen, waaronder de hoge vervuilingsgraad, de stank die ze produceren en de herrie die ze maken, maar ook ontzettend hoge verbruikskosten. En door de bedreiging van klimaatverandering worden bedrijven meer en meer verantwoordelijk gehouden voor de vervuiling. De overheid komt daarom steeds meer met restricties en dit zorgt ervoor dat bedrijven geen andere keuze meer hebben dan over te gaan op schonere oplossingen. Het is tijd voor een nieuw tijdperk van elektrische energie. Wij veranderen de manier waarop professionals elektriciteit gebruiken. En daarom stel ik graag aan u voor de Watson. De Watson is een gamechanger in de off-grid energiewereld die professionals in staat stelt hun werk op een duurzamere, efficiëntere en veiligere manier op te lossen. We hebben alle technologie verwikkeld in een krachtige, maar eenvoudige energiebron. En deze batterij is multifunctioneel in gebruik en geeft professionals de zekerheid van een betrouwbare energievoorziening waar ze ook heen gaan. En omdat elke klus een andere capaciteit vraagt, hebben we een stapelbaar systeem ontwikkeld waarmee je zonder technische kennis eenvoudig capaciteit op en af kunt stapelen. We leveren 230 volt op een vermogen van 2000 watt met een piek van 3500 watt, waarmee je dus ook zwaarder materieel kan aansluiten op ons systeem. Stapelbaar tot 7,8 kWh en in 4,5 uur opgeladen. Wij leveren energie voor de makers, zodat zij elke klus emissievrij kunnen klaren. In 2016 opgericht vanuit de passie om duurzame energie mobiel en overal beschikbaar te maken. Wij zagen de mogelijkheid om verandering te brengen in de energiesector met een systeem waarmee je op alle plekken stroom kunt realiseren. Op dit moment richten we ons op specifieke markten, maar we hebben de grote ambitie om overal energie te gaan leveren. Dus ben je geïnteresseerd? De Watson is te bestellen. En als je andere vragen hebt, dan kunnen jullie mij ook zeker direct contacten. Dank jullie wel. Dit was mijn verhaal. Dankjewel Bart voor je pitch. Ja. Mooi verhaal, mooi initiatief. René Smit vraagt, met welke bedrijven in de haven van Rotterdam doen jullie al zaken? Kan je een voorbeeld noemen? Op dit moment met nog geen bedrijven in de haven van Rotterdam. Wij hebben afgelopen jaren veel bedrijven in de bouw en infra geholpen met deze oplossing. Maar wij hopen dat wij ook in de nabije toekomst bedrijven in de haven van Rotterdam kunnen gaan helpen. Dus ja, bij deze, als er mensen interesse hebben, dan hoor ik het graag en nodig ik graag uit voor een gesprek. Zeker, dankjewel. Dat zullen we ook zeker doen in het iTanks-netwerk. Er is nog een vraag. Kan je ook energie opslaan als er tijdelijk overschot is, als er tijdelijk teruggeleverd wordt? Op dit moment, het systeem dat we nu leveren, is dat niet mogelijk. Maar wij zijn bezig met die ontwikkeling. En dus op korte termijn is dat ook mogelijk inderdaad om overschot op te gaan slaan. Zeker. Oké, dankjewel Bart voor je toelichting. Ik ga door met de derde pitcher. And I will continue in English because our third pitcher will be from abroad. Skeleton Technologies, Melis Kosk. Melis, are you ready to perform your pitch? To put on your mic and your camera, please? Yes, I am very much ready. So if I can begin, then yes, hello from snowy and wintry Tallinn, Estonia. My name is Melis. I'm from Skeleton Technologies. We are the largest ultracapacitor manufacturer in Europe, and we provide energy storage systems that help our clients to save energy. So this morning, I want to give you an example of something hopefully close to home for you. On the picture here, you can see a crane which typically operates in the ports of Amsterdam,
This is a floating grabber crane. It is powered by diesel engines. It is a fairly high power crane, and what we have done here to save the energy of this crane is we have installed ultra capacitor energy storage system. You can see it also on the left hand side here. And what this enables this crane to do is shave off the peak power demands. When it's grabbing something heavy and lifting it, then the crane requires a lot of energy to do this. And our system can provide this energy in a very fast response time, and thus saving the diesel genset from a peak power demand. And what we saw in this retrofit was that actually the customer was able to reduce 50% of the gensets. Obviously, this translates into a fairly significant reduction in fuel costs. In this scenario, we actually saw 25% reduction in the fuel requirements. And as you can see on this graph here, the red graph, the red line represents sort of the total power demand. And once it's reaching this peak, you can see that the diesel genset is actually flatlining. And this is where our energy storage kicks in and replaces this peak power demand. So it's a fairly straightforward use case scenario. To give you some insight about the commercials, the return on investment is in less than 10 years, depending on the crane size. The amount of investment can be anywhere in the range of 100,000 euros to perhaps even a million or above that. Besides other port applications, these storage systems can be applied for energy recovery or engine starting for RTG cranes. And similarly, also for peak shaving for STS port cranes. So I want to thank you for this short introduction into Skeleton, and we help companies save energy around the world. Thank you very much, Miles, for your pitch. I was wondering, you say the cranes, it's place it on cranes. Are all cranes, is it possible for all cranes in the ports, or are there several specifications on the cranes? Basically, any crane can utilize the system, whether it's gaining power from the grid or if it has a diesel genset. So any crane can use the system for energy recovery or peak shaving. We've seen cases where there is also renewables energies used at the port where they cannot feed this back into the grid, and you can use our systems to store the energy in these cases as well. Okay, thank you very much, Miles, for your pitch. We will continue with the fourth pitch of Peter Chenny, Surf Cleaner. Peter, are you ready for broadcast your camera and microphone? Yep, I'm as ready as I'll ever be, I would imagine. I'll just get my presentation up. Yes, we will see your presentation. Okay, and let me just put it in presentation mode. Yes, presentation mode. Okay, so I'll probably shave about 20 seconds off my presentation to try and catch up some time, but you can find out all about Surf Cleaner and the various information that we have on the site, but as we're limited to 3 minutes, I'm Peter Chenny. I'm a VP of International Sales for Surf Cleaner. Surf Cleaner have invented and manufactured the very first hybrid skimmer separator for the removal of all sorts of pollutants from the water surface. It will remove 100% of all pollution, including microplastics, petrol, diesel, oil, sludge, and much more. It will remove down to 1 micron, so it can remove even things like jet fuel. It will create an additional source of income depending on the operation, because the oil recovered is between 0.1 and 0.5% water content. We have several models. This is the latest model, which is designed for going into smaller manways,
designed for portable use, and we have fixed installations and also for wastewater treatment. The system was invented by a heart surgeon, and this gives you an insight into how simplistic and how it works. There's a propeller on the bottom of the surf cleaner which creates a negative pressure, allowing the oil and water mixture to come into the surf cleaner itself. There are a number of deflection discs which allow gravimetric separation to take place and allows the clean water to flow out through the bottom, and the oil will then float to the surface of the surf cleaner. And you'll see at the top left here, this is a sensor that will detect the height of the surf cleaner in the water. And at pre-programmed intervals, it will then send a message to the propeller to go into reverse. And then this will use the water as a piston to discharge the water, the oil, into an external piping system. It's a unique technology that uses no hydraulics, no pneumatics, no power pack, and no pump. It's fully automatic and will run autonomously for many months. It will adapt to the conditions, and it's extremely low maintenance, only two moving parts, and can also include remote reporting. It will reduce your oily waste by up to 80%, depending on the installation, VOC emissions by up to 95%. It will reduce the energy cost to using similar systems by 13 times, and it's also certified to work in explosive atmospheres. And that is the end of my presentation. Thank you very much, Peter, for your pitch. Do you sell the surf cleaner, or do you offer it to as a service to companies? Not as a service. We offer rental options, or they can purchase. We already have some customers in the Netherlands with ExxonMobil. We have a range of large oil companies, tank farms, etc. throughout the world. They use that to reduce their waste. Okay, and we have a question of Jeroen van Woerden. Can you use your application for hard particles like nurdles on locations? Yes. The simple thing is, if it floats, it will recover and separate. It will handle, depending on the model, it will handle solids up to 15 centimeters. Oké, okay, thank you very much, Peter, for your pitch. And I would, ik ga weer door in het Nederlands. Ik wil graag alle sprekers bedanken voor deze ochtend. En u, gasten, bedankt voor het kijken. We zien u graag morgen bij de vierde dag van de innovatie kick-off. Met als onderwerp veilig werken, een belangrijk onderwerp voor de industrie. Als je nog niet aangemeld bent, meld je aan via de itanks.eu. En voor nu wens ik u een hele fijne dag. Dank u wel.